Hey dames, hoor je dat? Hij kijkt. Oh ja, ja. Hallo, goedemorgen. Het is donderdag vandaag en ik ben natuurlijk weer begonnen met mijn heerlijke havermoutpapje. Want dat is echt het allerlekkerst in de ochtend. Ik was vandaag weer heel vroeg wakker, maar het is ook wel logisch natuurlijk, omdat ik gisteren een ochtendvlucht had. Dus dan ben ik altijd een beetje in een vroeg ritme, vroeg in slaap gevallen. Om 6 uur moet ik in Amsterdam zijn bij het One Fit event. En One Fit, dat is eigenlijk een pasje. En met dat pasje kan je volgens mij in, ja, het begon met rond 80-100, maar misschien zijn het inmiddels veel meer sportscholen waar je dan tegelijk met één pasje mag sporten. Ik vind het echt een geweldig concept. Ik heb er zelf ook heel graag gebruik van gemaakt. En dat ga ik ook weer zeker doen. Dus daar gaan jullie de komende tijd veel over zien. Over dat sporten. Maar om te beginnen vandaag. Dus daar vertel ik jullie einde van de dag meer over. Ja, yeah? Daar ga ik nu even lekker op bijten. Zo, één video geëdit. Dexie uitgelaten. En even een heleboel eten gepakt. Want ik heb weer heel erg veel trek. Allemaal van korenbroodjes. Het zijn echt van die vullende aalinzonbroodjes. Ja, yeah, I know. Met kaas. Sorry, niet vegan. Maar nog steeds alleen maar vega. Sandwich spread. En pinnenkaas. En ik ben nu die van Mysteryland aan het maken. En die wordt volgens mij wel heel vet. Maar het wordt wel heel veel werk. Dus ik ga snel verder. En ik heb mega veel wassen ook nog liggen om straks op te vouwen. Bart, die wisselde mij net af, heel toevallig. Dus hij komt nu binnen en ik ga nu weg. Sommige dagen werken we de hele dag samen. En sommige dagen wisselen we elkaar af. Dus ik ga nu naar Amsterdam. Ja! Hier komt Ryan Disney. Come on, come on. Je moet over 4 minuten zijn en je rijdt steeds fout. Die camera, sorry. Trap of lift? Oh, ik vind dat altijd zo eng. My goodness. Lekker gefietst? Ja. 40 minuten. Ah, oh, je bent al helemaal sportief. Netjes, dat is hem. Nee, dat is je kat in een boomerang, Kel. Ik ben even aan het vals spelen. Ik doe zogenaamd mee, maar doe niet helemaal goed mee. Hey dames, hoor je dit al? Hij kijkt. Oh ja, ja. Knieën zijn dicht boven mijn voet. Zo, ik ben weer thuis. Ik word helemaal verzorgd hier. Ja. Wauw. Inderdaad. Wauw. Wat is gebeurd? Ik had vandaag een meisje ontmoet. Die heet Lin. Lin? Die had dit gegeven aan mij. Hoi, ik kijk de filmpjes altijd. Ze zijn heel leuk. En groetjes daar. Kus, 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 Lin. Gefeliciteerd met de baby. Kus, kus. Ah. Echt heel erg bedankt. Lin. Lin is trouwens mijn vriendin. Een nieuwe vriendin heeft Jola vandaag gemaakt. Zo, Bart en ik hebben eindelijk de IBB-tickets besteld voor Ibiza.
dag gaan we al naar Ibiza en we hadden nog geen ticket. Een IPB ticket, dat betekent indien plaats beschikbaar. Dat kan natuurlijk, omdat ik zelf vlieg bij Transavia. Maar je ziet dan in het systeem smileytjes staan en dit keer stond er een smiley naar beneden voor de vlucht van zaterdag. Dus het is nog een beetje kiele over meekomen. Superleuk trouwens eventje gehad van OneFit. Ze hebben alles verteld over de samenwerking en wat voor lesjes we allemaal kunnen gaan doen en enzovoort. Dus ik heb er heel veel zin in, dus ik beloof bij deze, wanneer ik terug ben uit Ibiza, dan ga ik leuke dingetjes inplannen bij de OneFit sporten. Yeah. En ja, dan ga ik jullie daarin meenemen en laten zien. En dan krijg ik ook een kortingscode, dus dan kunnen jullie via mijn blog ook een leuke korting krijgen als jullie ook lid worden van OneFit. Dat was het een beetje voor vandaag. Ik heb niet meer zoveel te vertellen. Jij? Ik krijg het ook niet. Kijk mijn haar. Ik heb een goede vriend van me vandaag meegenomen, want die gaat ook voor mijn bedrijf werken, voor Shiners, vanaf vandaag. Ja. Dus we hebben hem een hele introductie gegeven en Joris, weet je toch wel wie Joris is? Welkom bij het team. Ja, nou, ik geloof dat ik mijn haar maar eens ga wassen. Goed night. Ja, het ziet eruit als een vogelnest. I know, doei! Later.